Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een gloednieuwe Clash Royale video. Ik heb heel erg goed nieuws. Het is namelijk zo dat de makers van Clash Royale, die hebben gezegd, David, als jouw video's nou goed genoeg bekeken worden en er is heel erg veel support, wij zien nieuwe spelers uit Nederland binnenkomen, dan mag jij gratis gems weggeven. Dus over 2-3 video's ongeveer ga ik een aantal, ik weet niet hoe ik het ga doen, misschien via iTunes of zo, kan ik jullie dus van die gratis dingen weggeven. Vergeet daarom niet even deze video te liken en heel veel plezier met kijken. Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een nieuwe Clan Battle. Ik ben er gewoon, ja, join Impie 1-2, ja, go. Heb ik het al gedaan? Ik weet het niet. Sorry voor de vaagheid. Ik ga vandaag opnieuw Clan Battle spelen hier in Clash Royale. We beginnen eerst even met Timo NL. Ja jongens, dit gaat super lekker. Wij hopen natuurlijk een beetje in de top 50 te belanden van Nederland. Zou super leuk zijn. Hey, die andere gasten hebben zoiets van, oh snap. Een dubbele dragon. Oké, dit wordt wel heel erg nasty, ben ik bang. Gooi deze even hierop. Ja, en dan deze gooien we hierop. Kill it with... Wow! Oké, dat kunnen ze vast niet nog een keer inderdaad. Oké, dat zijn er wel veel, man. Veel dread. Oh shit! Nee! Oh, we worden echt afgemaakt. Oh god! Kill it! Ja? Oh, die stomme wervelwind. Ik word er al helemaal zat van. Kill dat ding. Irritante hog riders. Oké, dat heb je heel lekker gedaan, ouwe. Ik wil wel aanvallen, maar aan de andere kant ook niet. Ik gooi even een epic draak erop. Of een epic draak. Het is een baby draak. Oh, ze hebben er nog één. Ik weet niet of we dit op tijd kunnen verdedigen, eerlijk gezegd. Daar komt een miner ook. Dat is echt super kloten. Die gast die molt waarschijnlijk alles voor ons. Kom, ik deed die skeletons. Nee! Oh, we hebben nog 1 minuut hiervoor. En er is ook nog die superdraak. Oh, die fire dragon. Ik gebruik hem zelf nooit. Maar kijk dan hoe snel dit gaat. Nee! Hij gaat ons keihard inmaken. Hoe dan? Oké, gebruik dat. Oh, man. Jesus. Ik had een mooie winstreek, maar nou niet meer. Dat is wel heel sneu. Forcefield. Hell no dat ik daarmee ga spelen. We zitten met Impie. Met mijn co-leider zitten we in-game. Eindelijk, het is zover. Hij heeft Graveyard en de Ice Golem. Ik ben heel benieuwd wat we hiervan gaan maken. Ik heb alleen niet zo heel erg uitgebreide interessante deck nog verder. Maar we gaan het in ieder geval zien. We gooien alles over één flank. Hij heeft dat ding erbij. Oké, ja, prima. We gaan alsnog wel kapot veel damage doen, volgens mij, hoor. Oh, dat is wel vervelend. Hoe gaan we dat counteren? Hij countert het al voor ons. Heel mooi, heel mooi. Goed gedaan. Dus even kijken wat ze hier tegen gaan doen. Heel veel skeletons komen eraan. En ik heb het idee dat ze hun XP een beetje opgebruikt hebben. Helemaal prima. Wow, zie dat veel dingen zijn, gek! Oké, als het goed is deze lekker geplaatst. Bam, ja. Wow. Wat gebeurde er, joh? Wat een baas. Oké, als het goed is dit ding nou gepakt. Denk ik door deze barrel. Ik denk dat ze er niet op tijd kunnen op reageren. Yes, die hebben we. Heel erg fijn, heel erg chill. Dan gaan we deze nog even afmaken, die beestjes. Hap. Of zij maken mij af, dat kan natuurlijk ook. Daar was ik al bang voor, daar wachten we dus heel even op. Zo, dan zetten we deze even in. Oeh, dat is lekker. Oké, nou heeft hij die ook. Ja, we zetten die erbij. En dit is hem, jongens, dit is hem. We hebben hem. We hebben nog extra tijd over, blijkbaar. Nou, ik vind het helemaal Gucci. We gaan ervoor. Let's defend us. Is dat van hun? Dat is van hun. Hij countert dat heel mooi. Ik zet mijn P.E.K.K.A. in voor die Dickert. Want P.E.K.K.A.'s doen best wel veel damage, die minis. Nog even wachten met inzetten. Het heeft allemaal geen zin. Draakje inzetten. Ja, die gaat dat counteren. We zetten de speergoblins in. Maar de game is al afgelopen. Terwijl die gozer op school zit, hè. Maakt allemaal geen klap uit. Holy damn. Oké. Nou, dat viel nog best wel mee. Vuurdraakje. Hallo, vuurdraakje. Vuurdraakje, je spammen. Hey. Ik kan het niet zien zo. Etten bakken. Ja, die. We zitten met vuurdraakje in de game. Eindelijk, nou, 100 keer spammen. Ik ben heel benieuwd wat hij van mij de tactieken vindt. Oh, shit. Oh, dat was niet zo slim. Nee, daar gaat onze mortar. Oh, dat is echt zonde. Shit. Ze had slecht gespeeld voor mij. Ja, en nou, zo gaan we nog eraan ook. Oh god, hoe gaan we dat ooit stoppen? P.E.K.K.A. erop. Ja, heel mooi. En focus de P.E.K.K.A. Hoppakee. Oké, nou als het goed is hebben ze weinig... geen damage gedaan. Nee! Oké. Hey.
Oh, zeg, hij is weg, maar dat lijkt me niet. Let's try that again, shall we? Oh shit, hij heeft een luchtballon. Hij heeft een luchtballon, daar heb ik geen rekening mee gehouden. Hoe gaan we dat counteren? Ja zo. Nice, nice, nice. Even wachten. Even geduld. Oké, how about this? Ja, oké, de draak is afgeleid. Goed zo, draak. Dat is sneu. Oh shit, dat is niet zo slim, hè? Oh shit! Oh shit! Dat zijn er heel veel! Nee! Go, gauw! Oh shit! Light hem af! Ja. Oeh, dat is nogal wat pittig, oké. Oké, let's go. We gaan nu even vol in de aanval natuurlijk, hè? Over de rechterkant. Vol in de aanval over de rechterkant. Juist, hij snapt hem. Holy shit. Oh ja! Lekker! Nice! Ja, ja, ja! Kom op! Dit wordt echt één grote fuckfest hoor, ik zweer het je. Shit, 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 shit. Ja precies, ja gooi hem erop! Gooi hem erop! Leuk! Gooi hem erop! Gooi hem erop! Ja go! Gooi hem erop! Gooi dat kanon erop, gek! Kom op, ja! Oh my god! Hallo, motherfucker. Bam! De timing, wat een baas. Ik vind deze game echt heel leuk, mocht je er niet door hebben. Holy shit. Hij heeft een lock. Oké, even goed onthouden wat hij heeft. Oké, ze willen over die flank. Hey, helemaal Gucci, gek. Prima hoor. Kijk hoeveel damage er gedaan wordt, gek. Ja, die zijn er al bijna aan. Houden we deze even tegen. Stomme skeletons. Hop, hop, hop. Zetten we hier afgerecht, achter eventjes. De Pekka. Pekka doet goede damage. 450 man, die is al bijna kapot. Dit is wel rot, zo'n stomme toren. Daar heb ik even geen rekening mee gehouden. Heb ik hem dan gehit of niet? Boom, die toren is ook down. Let's go. Ja, ga maar even heel gauw weg met jullie luchtaanval waar niemand in trapt. Alhoewel, 400 damage. Oh my god, hé. Die gooien we erachter. Heel nice. Ja. De Hawkrider is ook al aan de slag. Moet even zorgen dat ze dat niet kunnen hitten, jongen. We gaan voor de zoveelste crown victory, hè. Let's go. Oh nee, het zijn er heel veel. Fireball. Boom. Wat is er gebeurd in godsnaam? What happened? Ik volg het niet meer. Wat is er gebeurd? Hoe kan die? Hoe dan? Drama, 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 drama. Ik snap het niet meer. 18? Nee! Oh my god! Ik weet niet wat er gebeurd is, maar dit ging in één keer van heel snel naar heel langzaam. Kill die miner ook. Hij heeft hem, hij heeft hem. Hij heeft hem niet. 113. Nee, hij heeft een goblin barrel. Oh, dat heeft hij wel goed gedaan. Maar ik denk dat Souflane en ik gewoon niet zo lekker liggen. We gaan nog eentje proberen met... Hey, leuk! Force field? Sure. Sure, why not? Kijk wat hij heeft. Hij heeft redelijke dingen. Oké, good luck. Gaan ze hopelijk alles daarop zetten. Hopen we dan. Oké, dan. Dat zijn er wel heel veel, vriend. Oké, dan. We worden gerekt waar we bij staan, jongens. Forcefield. Oh, dat ging lekker. Holy shit, hé. Die vent is goed. Hoe gaan we hier... Oh, ja. Hoe gaan we hier nog wat van maken, wou ik zeggen. Maar kill alles, draak. Kill alles wat je ziet. Misschien als ik hem daar plaats. Waar gaan jullie dan voor gaan? Voor die? Ja, dan gaat hij voor die. Jammer dat hij in elkaar getrapt wordt door die dingen, ja. Oké, dat is ook weer klaar. We gaan een beetje... Oh my god, wat gooit hij veel shit tegelijk. Deze jongens zitten samen op Skype of zo. Dat kan als niet anders. Maar... Ja, precies, precies. Ja, precies. Jij snapt hem. Beetje rage erop. Oh, shit. Kill ze, kom op, kill ze. Zo sterk zijn ze niet. Oké, en nu? Want nou kunnen we dus kunnen ze alles inzetten wat ze willen. Ik moet mijn fireball hebben, man. Waar is mijn fireball? Daar. Ah, die ook verloren. Ik denk dat ik beter eventjes mijn singleplayer kan gaan spelen en wat betere kaarten kan gaan regelen. Want dit begint nergens op te lijken op deze manier. We verliezen, we verliezen, we verliezen. Als ik dit wat hoger heb, zeg maar, die 5, 24 dan en wat betere kaarten. Want dit is nu mijn deck en dat is best wel heel erg basic. Ook allemaal level 2 en level 3.
Ik moet even wat meer levelen. Dan denk ik dat het een stukje beter gaat. Ondertussen hoop ik dat je het leuke video vond. Dat je ook lekker Clash Royale speelt en mij wat tips geeft over wat ik in de eerste arena's het allerbeste voor deck zou kunnen nemen. En vergeet de like niet eventjes. Zie ik je hopelijk binnenkort weer bij een nieuwe video hier op DDG. Later. Hallo, motherfucker.